Hoi! Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. En in deze vlog gaan wij iets heel leuks doen. Namelijk samen naar Parijs! En het gaat best wel een lange vlog worden, denken we althans. Dus nou, pak er lekker wat bij en ga ervoor zitten. En we beginnen zo meteen onderweg in de bus naar Groningen, waar we op de trein gaan stappen. Maar we waren vergeten de intro te vloggen. Dus vandaar even een aparte intro. Jongens, de reis begint naar Parijs. Echt wel helemaal lekker dit. Eén bij valt me. We moesten een stadsbus hebben en er gingen er twee op hetzelfde moment. En die gaan altijd naar Groningen station. Dus ik zei tegen die, nou, die ene kunnen we ook wel op 10 zijn. Ja, maar die andere had ik opgezocht op 92 OV. Dit is al lekker overtuigen. Die andere komt op 5 minuten eerder. Dus dan zal die al wel eerder zijn. Maar nee hoor. En ik ben dan goed op vertrouwen. Ben ik nou, oké, dan doen we die. En vervolgens gaat hij langs het fucking Martini ziekenhuis, niet langs het station hebben. Dus waarschijnlijk, hij is ook nog eens zeg maar traag. We hebben nog waarschijnlijk 1 minuut om de trein te halen. Eigenlijk moeten we die halen, want als we een andere trein hebben, dan hebben we maar 10 minuten speling op onze internationale trein naar Parijs. Dus ja, gewoon verzekeren dat dit het gaat halen. Ja. Gerend om het leven. Dit is het eindresultaat. Hij reed voor ons. Het was echt 3 seconden. Was niet eens 10 seconden. Niet eens. Ik zag er één om mijn hand tussen de deur steken. Fuck. Dit zie je goed. Ontploft haar, maar we hebben het gered. Oh, we gaan nu bijna door de Mokoek, waar ik geboren ben. Zo grappig. We zijn er. Yes, we zijn er. En kijk wat een mooi station ze hier alleen al hebben. Ik ben er nog nooit uitgestapt. Ik ook niet. Jongens, we gaan er vandoor. Oh, ja. Ik heb er zo zin in. Ja, ik ook. We zijn er gewoon. Hoe heerlijk is dit? Ja, het is nog klein stukje. We lopen naar het hotel en dan gaan we de koffer dumpen. Even zoeken waar we gaan avondeten. En we staan hier ook overal om foto's te maken, heel onhandig. Maar het is hier echt zo mooi dat je denkt, oh leuk, daar een foto van, daar een foto van. Heerlijk. Er worden echt mensen die denken van, maar dat draait toch allemaal niet om foto's maken. Gewoon op je vakantie, ja, weet je, voor ons wel, want het is een werk. Ik vind het gewoon leuk. En, ja, precies. En het is werkvakantie natuurlijk. Ja, omdat we... Precies. Je kunt echt mooie content maken. Ja jongens, je hebt altijd de mind of an influencer. Anyway, op naar het hotel. We zijn in ons hotel, het Bank Hotel. Bankenhotel. Zelf betaald overigens, maar kijk hoe mooi deze kamer is. Kom je binnen met een leuk zitje, een bankje, super mooi muurtje daar. Kijk nou. En de gordijntjes, niet van die chocolaatjes. Oh, even naar het uitzicht kijken. Oh, we kijken uit op een soort van... Ja. Dat is het gewoon binnentuin? Nee, het is een soort van... Ja, ik weet niet. Geen idee hoe je dit noemt. Ja, hè? Binnenkant. Binnenkant. Een heel mooi bed. Kijk, met die roze blaadjes. Ik heb al erop gedaan. Oh, dat is toch prachtig? Televisietje, een mooie kledingkast. En dan gaan we hier door naar... Oh, zo. Klein badkamertje. Maar wel alles wat je... Oh, met bad. Alles wat je nodig hebt. Wauw, chic hoor. Nice. Love it. Zo Annie, hebben die welkomstfles al open? Of niet? Bijna. Lekker hoor, ik ben benieuwd. Wat zijn dit voor leuke chocolaatjes? Ja, daar gaan we natuurlijk zo ook even eentje van doen. Leuke halen medailletjes. Eerst even proosten op een heerlijke weekje weg. Kijk hoe leuk. Nou inderdaad, mommy's of the lunch. Nou, je raadt nooit wat hier in de buurt is. Ik heb het net gevonden toen ik restaurantjes ging zoeken. Het zit echt 300 meter verderop. Iets wat we alle twee heel lekker vinden. Een enorme dikke Lindt store. Echt fucking groot. Echt Lindt, zeg maar koffie en thee store. Dus ik denk dat we een paar van die ballen in gaan zetten. Hopelijk hebben ze hier ballen. Ja, misschien wel. Voor de rest van de week wat ballen? Ja, voor vanavond, voor elke avond. Hoe niet? The balls of your husband, maar you have Lindt balls. Dat zou de nieuwe slogan moeten worden. Oh, ik praat echt een beetje met een dubbele tong. Jongens, we hebben echt gewoon 1 glaasje gehad. Het is nu zeg maar 1 uur later en het kikt in als een gek. Ik ben echt dizzy, jongen. Ja, ik ben het echt niet meer gewend gewoon ook. Maar... En die hallo jumbo plastic zak voor mij naast jou. Echt, dan zit je zo'n chic hotel. Echt zo... Shabby plastic zak. Ja. Oh man. Kijk, ik heb nog niet eens... Dat hele glas op. Ik weet niet wat het is, maar het is een temperillo. Nou, die neem ik... Tempranillo. Nou, geen idee. Maar het is wel echt dat je denkt, als je dan ooit wil indrinken, moet je er zo een nemen. Dan ben je snel klaar. Ik als student hebben geen geld voor. Nou, ja, maar zeg maar, het is beter dan dat je zo'n lauwe fles LPQ koopt, waar je zeg maar eerst een hele van op moet drinken. Ja, getvernemmen. Oké, toegegeven, Passoe is eigenlijk wel lekker. Oh jongens, we gaan eventjes wandelen en we spotten gelijk daar. Sephora, schoenenwinkels, gouden standbeelden. Prachtig. Zien jullie wat wij zien? We zitten gewoon bij Galeries Lafayette, jongens. Natuurlijk weer meant to be dit, hè? Tuurlijk, tuurlijk. Oh, what the fuck. Ze hebben hier Fenty. Wat gaaf. En 40 soorten foundations. Ik weet alleen even niet meer of die foundations nou goed waren, ja of nee. Maar de range is heel breed. En die highlighter, die gouden wil, is echt wat voor jou. Die schijnt zo mooi te zijn. Die knettergouden, hè? Daar heb ik het over. Ja, dat snap ik. Maar ik vind het... Oh, nee. Ja, het is echt wel... Oh, zo. Ja, het is heel mooi hoor. Het is dus mooi. Ja, die make-up is echt heel erg tof. We moesten nog nieuwe Chanel mascara's en check wat we vinden. Een nieuwe versie. Le Volume Révolution de Chanel. En we hebben echt een mand, jongen, vol met huidverzorging. Wij gaan jullie echt spammen met allemaal leuke reviews. Ja, we zijn heel benieuwd. Een goede video, hè? Misschien vanavond gewoon ga ik... Ja, gewoon proberen. Ja. Ja. Maar dit, jongen, ik ben heel benieuwd met deze. Jij dan? Ja, ik ook. Oh, 3 kralen waar wij zijn. Lens. Wat een heerlijke winkel toch, hè? Oh, huge show! Check dit dan. Gewoon naar chocola. Het ruikt er naar chocola. Oh my god, dit is echt de Lindt ballenhemel. Hou niet op! Zo, niet vanzelf. Zo, maar wil, als ik een tweede krijg, koop jij dit voor mij als kraamcadeau. Ik zal de baby geen cadeautjes geven, ik koop alleen maar Lindt. Ja, precies, dit voor mij. Jeetje jongens, echt lintballen heaven. Je kan hier gewoon je eigen reeplaat samenstellen met een boodschap. Ik bedoel, kijk die Eiffeltorentjes dan. En ze hebben cadeaupakketten, je wil het niet weten. Het is echt te bizar voor woorden. Het is echt zo huge. Annie, ik geloof dat we zojuist voor €85 aan Lindt chocola hebben gekocht. Maar hey, het is voor jullie. Het is voor de zekerheid, want we hebben allemaal ingrediënten ingeslagen voor een lintballentaart. Ja, yes, dat hoor je goed. En die lintballentaart gaat komen op onze bakkalender die we voor jullie gaan ontwerpen. Met onze recepten. En we zijn zo vaak getagd ook om deze te kopen. Dit is zeg maar de Nutella variant van Lindt. Dus dankjewel dat jullie ons allemaal getagd hebben. We hebben hem gekocht. En dat gaat natuurlijk ook in die taart. En ja, die nagels van 10 keer er echt niet meer. Dat weet ze zelf ook wel. Maar ze krijgt de laaglakker niet af. Nou jongens, ik zeg maar, ik heb het afgeknipt en ik wacht tot ik weer... Ik heb een afspraak staan. Ik wacht gewoon even tot zij het eraf halen. Want ik beschadig echt enorme nagels. Dus, nee. Oké, die lintballentaart, jongens, daarover later meer. Maar in elk geval zijn we geslaagd. Wilt er iemand een lintballen shoppen? Yo jongens, kijk dat gebouw met die gouden torens. Ja. Zo mooi. Echt waanzinnig. Wow. Nu wel te eten zoeken. Het is 7 uur bijna. Ja, alles gaat hier pas ook om 7 uur open. Ja, is echt wennen hè. Om 5 uur honger. We zijn in een heel leuk restaurantje dat heet Toe. En ja, het ziet er echt heel erg gelikt uit hier. Echt leuk. TOUS. Vlakbij Galeries Lafayette. En het lachen is in Frankrijk pas om 7:30 open. Dus wij kwamen hier. Dus 7:15. Ja, we zeiden over jongens, ja, in Nederland gaan dingen om 5 uur al open. Of 4:30, weet je wel. En de mensen hier lachen. Jongen. Ze zijn echt heel aardig hier. Ja, echt leuk. Ja, ze kennen weer niet wachten hoor, die Annie. Zitten we aan die lintpot? Ja? Ik ben benieuwd. Ik ben heel benieuwd of het lekkerder is. Ik ben heel benieuwd of het lekkerder is. Ja, dat ruiken. Zo, dit ruikt lekkerder dan Nutella gewoon nog. Oh. Ik ben benieuwd of het nog lekkerder is. En wat is je oordeel? Dit smaakt wel iets meer naar hazelnoot. Wat dat te gaan is het wel wat meer chocola? Echt? Oh, nu krijg ik een hapje. Ja. Een hamer. Zo, dit is lekker. Ja, het smaakt meer. Ik vind het juist nog meer uitgesproken naar hazelnoot smaken. Ja, dat bedoel ik. Ja. Ik weet niet goed wat je zei, ik dacht dat je minder zei, maar dat geeft niet. Ja, ja, voller, rijkere hazelnootsmaak. Maar er staat ook op 40% noisettes, hè? Dit is best wel veel. Ja. Zo, wel lekker man. Zo. Nou, de andere 60% suiker. Maar ik moet zeggen, zou het op een boterham echt lekker zijn? Ik vind, maar voor een taart zou dit wel echt ideaal wezen, dit hoor. Zo, we gaan er eens even een taart mee fabriceren, jongens. Jongens. Oh, jongens, hè? Dat is onze hashtag hoor. Jongens, jullie zijn meiden, maar we zeggen altijd jongens. Oh, dit ziet er goed uit. Ik heb samosa. En 10 heeft de cordon bleu. Ja, en de ober zegt net dat ze de beste keuze heeft. Inmiddels op de hotelkamer weer. En oh ja, trouwens, het restaurant was niks, jongens. Oh, dat was €70 voor echt iets wat je thuis ook kan maken. Ja, het was echt. Ik had echt een hele vieze, doorgebakken cordon bleu die echt zo droog als Sinterklaas komt. Dus echt, ik zou zeggen, ga daar niet eten. Jammer, want het had echt potentie. Ja. Het was eigenlijk alsof de kok ziek was en de moeder van de kok zeg maar in kwam vallen. De moeder van de kok? Nou, eerder het achterneefje van 5, zeg maar. Nee, dat is... Nou, in ieder geval hebben we dus gekke huisbezorgingsproducten gekocht. Nou, we beginnen met de charcoal jelly ball candle. En we proberen nu uit te volgen hoe het werkt. Jongens, deze vlog gaat sowieso echt een uur duren. Hopelijk vind je het leuk om echt een ultra lange vlog te gaan zien. Want ik denk dat het echt een hele lange vlog wordt. Around the jelly ball. Please note that the jelly ball is covered in a thin latex balloon. Ja. Balloon? IR baboon? Balloon? Punctured jelly ball in plastic encasement from seal covered. Oké, ik stop het. Dit is gewoon saai om te horen. Oké, ja, het is eigenlijk heel simpel. Je moet dit gewoon lekker prikken. En dan heb je een soort van lush jelly stukje dingetje. En dan kan je meer in je gezicht wassen. Maar dan moeten we eerst de make-up removen met die vieze olie. Maar dit is niet een face cleanser. Dit is niet een make-up remover. Oh. Oké, nou dan gaan we, jongens. Ja, wacht even. Ik pak even mijn andere moisturizer. We hebben ook allemaal maskers en zo, maar we zijn echt een beetje... Ik ben echt heel moe. We hadden slecht geslapen, want we hadden nogal spanning om naar Parijs te gaan, blijkbaar. Ik wacht even zien wat jij moet doen. Even kijken. Erborian Korean Skin Therapy Black Cleansing Oil. Ik ben benieuwd. Ik kan de vlogkamer hier nergens neerzetten, dat is dan jammer. Je moest dit inmasseren, je handen nat maken en dan... Oh god, jullie gaan echt zo hard lachen. Oh. Hier, het ruikt wel lekker, een beetje frissig. Ja, zo, het ruikt echt lekker. Een beetje naar een soort citrus. Ja, ik zou wel boven de wasbak doen. Is maar een idee. Oh, het is een beetje grijs inderdaad. Zo, dat wordt echt een crème. Oké. Of je ogen mag het ook, blijkbaar. En je lippen ook. Oké. Ik ben benieuwd. Het ziet er een beetje uit dat je hele vieze handen hebt, zeg maar. Maar het water dan. Lekker hoor. Oh, ik hou je haar vast. Ja, ga niet. Er is niks zo erg als je haar niet nat wordt. Nou. Ik moet zo meteen nog, ik moet mijn lippen vooral doen als die dit aan kan. Die rode lipstick van Jeffree Star, dan is het helemaal... Tip van Flip, de beste matte rode lipstick die niet echt voelt een mega dikke vieze laag is echt die van Jeffree Star. Red Rum is dit. Ik vind het echt de beste tot nu toe matte rode lipstick die ik ooit heb geprobeerd in mijn hele make-up carrière. Dit is wel zeg maar, als je een vette huid hebt en je vindt die andere oil cleansers allemaal te vet, dit is wel eentje voor jou. Het is voor ons, ik ben bang dat deze iets uitdroogt, of nou, het is niet uitdrogen. Het is gewoon niet zo heel vet. Oh, nu die bal. Ja, nu, daar is die bal. Oké. Ja. En dan? Die bal. Dit moet kapot geprikt worden. Ik hou hier nooit van. Ik hou ook niet van ballonnen leeg. Nee, ik haat ballonnen. Echt niet. Mijn kind krijgt op zijn verjaardagsfeest ook geen ballonnen. Ik vind dat echt niet leuk. Hallo! Yes, jongens, we hebben hem. Maar hier, het is een soort van lush-achtige jellybal. Wat je net zei, het is een soort condoompje. Ik ga helemaal stuk. En nu, dan moet jij het... Ja, hier. Nou, Annie, ik ga je vloggen. Ja, dit ga je nat moeten maken onder de kraan. Oké. En dan krijg je een soort zeep in je handen. Jouw ogen zijn ook echt vet zwart. En mag het in je ogen dit ook, of niet? Oh, nou ja, ze doet het gewoon. Oh, het is helemaal wit. Nu. Oké, dan tijd voor deze. Het Luminizing Black Mask. En dan Noir Teint. Tijd voor een bal. En dan doen we voor op de droge gedeelte van het gezicht dit honingmasker. Nou jongens, ik heb er helemaal zin in. Oh, dit honingmaskertje ziet er wel echt fancy uit hoor jongens. Moet je kijken. Er zit zelfs zo'n zilver spateltje bij. Je moest dus eigenlijk eerst, schat, het op het droog gezicht aanbrengen. Oh. En dan invrijven. Dat was met water. Nu zeg maar om je kont. Oké, en deze huidverzorging, ik zie er echt niet meer uit. Het was echt best wel duur. Ja, dit was echt black cleansing oil. Maar kijk, zo ziet het eruit. En ik ben echt zeg maar best wel grondig. Werkt echt volging. Kut gewoon. Dus nou, in ieder geval dat je weet dat je dit niet moet kopen. En ik heb hier ook een apart maskertje, Annie. Het is een honingmasker, dat wordt helemaal warm. Je moet het inmasseren totdat het warm wordt. Dat klinkt echt helemaal warm. Dat klinkt op zich wel lekker. Vind je het niet? Ja, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wat zou erin zitten. Nou, ik ga mijn make-up er anders afhalen. Dat is echt natuurlijk niet. Jongens, jeu de boel. Nou, we kunnen wel stellen dat in elk geval die oliecleanser en die balcleanser het niet doen. Wat een pech vandaag. Echt, gewoon echt erg. Weet je, bijna 100 euro door de pleeg gespoeld in deze producten. Nou, zeg maar, het restaurant, dat leek heel leuk als veelbelovend. Het was echt kloten. Dat sloeg echt helemaal nergens op. Gordon Ramsay had echt zijn bord door het raam gegooid. Nou, maar dat gaat, alles ging mis vandaag. Ja, die trein ging niet goed. Deze producten waren echt best wel duur. Dat is 3 keer niks. In de hoop dat het masker nog wat is. Maar wat een zooi, joh. Alleen de Lindt chocola was leuk. Alleen dat ging goed eigenlijk. Nou, en dit hotel hebben we goed gekozen, Annie. Ja. Ja, dat is zo. Oh, dit is echt een ontbijt naar mijn hart. Macarons. Nice. Taart als ontbijt. Omdat dat kan. Inmiddels is de ravage op ons tafeltje met gezouten boter en ham en chocoladebroodjes, croissants die heel erg zijn. En nu hebben we ook nog samen pancakes besteld. Heel vervelend. Oh, lekker jongen. Wij gaan een nieuwe Chanel mascara proberen. Het is Le Volume Révolution de Chanel. Dus het is Le Volume de Chanel, maar dan Revolution. Nou, laat maar zitten dit. Ja, en ik ga hem proberen. In ieder geval, hij staat onder de categorie, zeg maar, Le Volume de Chanel is volume. En dit is echt extreem volume. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dan lijkt hij gewoon op Volume de Chanel of is het inderdaad echt nog meer volume? Want ik vind die andere al heel volumineus. Het borsteltje schijnt wit te zijn, maar ja, die is natuurlijk nu zwart, maar in het echt is die wit. Oh ja, ik heb wel het idee dat je... Van de zijkant zie ik wel echt dat jouw wimpers echt zo helemaal omhoog gaan. Nou, ik vind deze wel beter hoor. Beter? Nog beter. Jeetje. Ja. Zo. Wat een volume. Moet je kijken, die wimpers die komen bijna tot aan mijn wenkbrauw, man. Zie je dat? Fucking nice. Oké, de onderkant. Oh ja, doe je dat ook? Ik doe dat soms niet altijd, omdat ik vind dat hij dan echt gaat vlekken bij mij. Oh ja. Zeg maar, het is niet echt een waterproof versie. Nou, daar heb ik ook altijd last van, maar bij deze niet? Bij deze nooit. Bij zo, van de zijkant, joh. Kijk eens in de spiegel. Zo, ja. Van de zijkant vind ik ook echt zo omhoog gaan. En dat zonder krultang of zo, hè jongens. Dit is zeg maar geen wimperkrultang, niks. Ook geen Dior Maximizer vooraf. Dit is gewoon puur de mascara alleen. Wow. Kijk eens naar mij. Zo, het verschil met het andere oog ook. Ik vind hem echt meer dan goedgekeurd. Echt love it. En het ziet er weer bruldig uit, al zeg wat zelf. Tijd voor dat te verkennen. Yes! Check hoe ver die bankjes uit elkaar staan. Echt fantastisch voor introverte mensen. Nou ja, goed, we hebben dus maar een kaartje gekocht. En we hadden echt geen idee waar we nou goed aan deden. Dus we hebben alle twee maar 10 van die losse kaartjes. En daar komt hij. En die brengt ons naar een hele leuke hotspot. Ja, hopen we althans. We gaan vandaag hotspotten, jongens. We gaan vandaag leuke tentjes proberen te vinden voor jullie voor een artikel voor op de Lindt. De eerste buitens binnen, deze super gave trui. Hij is echt zo tof. Ik hou hier echt van. Een trui die gewoon net even een beetje wat speciaal is. Die kleur blauw is echt heel vet. Dr. Martens erbij, niks meer aan doen zou ik zeggen. En ideaal voor big boobies man, want hij snijdt het gewoon zo af. Ja. En lekker. We zijn echt in een superleuk winkeltje. En ze hebben echt zulk leuk servies. Kijk, ik vind ook echt van die vierkante dingetjes echt superleuk. Van die leuke lepels. Ja, het is echt sowieso een heel leuk interieurwinkel. Kijk die zithoek dan. Als ik dit zie denk ik echt... Ik wil gewoon echt iemand hebben die gewoon echt gewoon goed weet wat nou leuk in mijn woonkamer zou staan. Maar ik vind dit echt zo leuk bij elkaar gezocht. Maar ik zou dat echt nooit zelf kunnen komen. Je moet je gewoon echt... Ja, oog voor hebben. Ik wil gewoon een leuke nieuwe eethoek, zithoek bedoel ik. We wandelen al de hele ochtend over Boulevard Marché. Precies, exactement. En hier spotten we hebben we een paar hele leuke winkeltjes gespot. Daar gaan we nog een artikel over schrijven op onze blog. Nu gaan we even op zoek naar een tentje om lekker te eten. Ja, nou we hebben al wat gezien. Ja, dus, we gaan kijken of je daar ook kunt lunchen. Want niet alles kan je lunchen, soms kun je alleen dineren hier. Dus bij de Franse lunch toch ook gewoon warm, zeg maar. Ja, toch? Lunch toch wel warm? Dat, ja. Volgens mij wel. We zijn bij een pizzeria, Italiaanachtig tentje. De Brooklyn heet het. Het ziet er super leuk uit en ze hebben allemaal leuk, een beetje leuke aankleding. Echt super hip. Goed verhaal dit. De terrasverwarming is echt goed heet. Ja, de terrasverwarming is echt mega heet hier. De knoflook die van mijn gerecht en deze salade en deze pizza afkomt is echt... Ik ben benieuwd. Bellissima. Het is toch Italiaans? Ja, maar ja, dit is wel Italiaans, dit. Dus dat is waar. Jongens, check deze tassen van Dolce & Gabbana. Wow. Dit is de ellenlange rij voor de Chanel store. Even serieus. Zo, check dit, hé. Mooi. Damn. Waanzinnig, zeg. Hoe zou het hier in hemelsnaam met kerst eruit zien, Wil? Oh. Echt, wat? Nou, een geur van €283, maar het ziet er wel heel mooi uit. Het is van Armani. nou is, omdat we gewoon mega lui zijn, omdat we moeder zijn geworden, omdat we ouder worden. Ik weet het niet, maar we zijn back af. We lopen hier een trap op bij die Lafayette. Ik kan niet meer, ik zie niks meer. Alles lijkt hetzelfde. Maar we zijn echt gewoon helemaal shoppen is nooit goed voor een mens. Afgepeigerd. Ja, maar we hebben niet eens heel veel gedaan. Ik had een tasje macarons en een trui. Ik ben kapot. We zijn in New York tijden gebleven, jongens. Oh ja, inderdaad. We hebben dat in hemelsnaam vol gehouden daar in New York. Echt, ik weet het niet hoor. We dachten dat we op de betaalbare afdeling waren. Maar nu zijn we weer bij Dolce & Gabbana zwempakken en lingerie en zo. Wel heel chic. Jongens, zo. 495 euro. Nou, is toch niks om lekker chic aan het zwembad te hebben. Een schijntje, schijntje. En daar zitten we dan. We zijn echt kapot. En het is echt nog maar net, wat is het joh. Het is kwart over 4. Het is kwart over 4. Ja, oké. We hebben gewoon zoiets, we gaan gewoon eventjes gewoon op de kamer even een bakje thee drinken en zo. En even gewoon even chillen. En dan plannen we wel even het avondprogramma uit. Maar gewoon eventjes. We zijn echt oude taarten geworden. Zo, oma en oma hebben even een tukkie gedaan. En dan is het nu 7 uur en tijd om de metro te pakken richting, nou ja, een beetje het centrum, het oude centrum van de Notre-Dame en de Eiffeltoren. En gaan we daar even wat te eten zoeken en hopelijk de Eiffeltoren in het donker zien. Wat vast wel moet lukken nu, aangezien het al laat is en Heepie en Heepie gewoon een uur hebben gepit. Maar dat mag je niet doorvertellen. Wauw, kijk even joh, die lucht. De Eiffeltoren daar. Het is echt waanzinnig mooi zeg. Het is echt zo'n mooie stad. Wauw. Echt genieten dit. Dit doet me echt wel denken aan schoolreis. Gewoon die drukte van het verkeer en zo. En die mooie beelden. En ja, echt waanzinnig. Nu nog kijken hoe we bij de Eiffeltoren kunnen komen. Want we zoeken een metro, maar we kunnen hem niet echt vinden. Maar goed, het is hier wel schitterend in ieder geval. Ja. Vooral s'avonds. Zo, hier op de achterkant zien we een glimp van de Eiffeltoren. Het is ons niet gelukt om voor de lichtshow zeg maar ervoor te staan om het helemaal te zien. Maar we gaan nu dan maar gewoon op zoek naar het eten en dan gaan we zeg maar die van 10 uur te halen, ja. Dus nu op zoek naar eten. Oh ja, trouwens, ik heb hem niet verteld. Ik heb de vlogcamera laten vallen in Lafayette. En er is een enorme borst in ons scherm. Echt geweldig weer. Het is echt een vloek op die ding hoor. Wat, op jouw vlogcamera? Nou, gewoon die van ons. Nou, sowieso op deze reis heerst gewoon een vlog. We zijn nu weer te laat voor de lichtshow. Ik weet niet hoor, maar... Het gaat wel. Het is altijd zo bij ons als je met onze prijs gaat. Het is echt... Nou, Berlijn was relatief smooth, toch? Ja, nee, die wafels, dat was echt... Oh ja, die wafels was jammer. Plannen zijn gewijzigd. We zien nog steeds iets meer. Maar we zijn te ver vanaf om er echt dichtbij te gaan staan. We wachten hier gewoon eventjes tot hij aangaat. Ja, vet. Wat we net zeiden, die Fransen kijken inderdaad niet meer opgevonden bij de ochtend. Nee. Dat zien we elke dag. Die denken nou, dit zien we elke dag. Ja. Nou, gaaf hoor. Vind je wel echt een cool, hoe zeg je dat? Nou, cool ding. Cool ding, ja. Als dit geen Parijs is, crème brûlée, chocola. Chocola. En dat alles bij een flikkerende Eiffeltoren. Goedemorgen, dag 3 in Parijs alweer. En we zijn heerlijk laat wakker geworden. Ik ben 7:15 pas wakker geworden. 7:50 van de wekker. Ik heb even lekker gedoucht zoals je ziet. En we gaan nu ontbijten. En dan gaan we zo meteen daarna ons make-upje doen, haartjes doen. En weer lekker de stad in. Ik heb er zin in. We gaan vandaag naar Montmartre is het idee. We willen nog even wat hoogtepunten zien. Zoals de Notre-Dame en de... Wat nog meer? Het Louvre eventjes, zeg maar. Misschien dat glazen ding. Maar ik heb... Ja, Louvre, Sacré-Cœur misschien. Ik heb wel zo het voorgevoel dat dit alweer een beetje te veel opsomming is. Want man, wat doe je er lang over om in deze stad alles te zien? Ook al hebben we nu metrokaartjes. Het ligt allemaal best wel ver uit elkaar. Dus je reist van hot naar her de hele tijd. Dus we gaan kijken hoe ver we komen. En ik weet zeker dat we nog een keer terug moeten naar Parijs. Want we gaan echt lang niet alles kunnen zien. Maar dat geeft niks. We doen gewoon waar we zin in hebben. En dan vanavond. De beste afsluiting die je maar kunt wensen volgens ons. Een massage. Ja, op onze kamer hè. Ho even. Op onze kamer hoor je het niet zeggen hoop ik. Dus komen we gewoon hier naartoe. En dat leek ons wel een goed plan. Gewoon lekker hier op de kamer. Een massage van een uur. Jawel. En dan daarna lekker slapen. Nou, dat klinkt toch heen. Oh nee, daarna roomservice en slapen. Het is een massage en een keuze, hè. We mogen ze gewoon zelf kiezen wat we graag willen. Ja. Zeg maar, ja. Het is een massage en keuze van welk lichaamsdeel wil je. Dus ik ga echt voor mijn rug en mijn hoofd gewoon. Ik ga voor mijn rug, mijn hoofd, mijn armen en mijn benen, ja. Maar niet mijn voeten. Precies, ik heb het ook. Armen en benen mogen, mijn voeten is echt verboden terrein. Hou jij er ook niet van als je voeten gemasseerd worden? Laat het even weten in de comments. En kijk wat wij gisteren hebben gekocht. Van Pierre Hermé. Macarons. Kijk nou hoe lekker dit eruit ziet. Oh. Kijk nou hoe leuk dit blikje is. Ik vond het zo schattig. Hij staat er dus zelf op als illustratietje zo. Maar ik ben heel eerlijk gezegd niet zo'n fan van macarons. Ik vind ze altijd een beetje, ja, weet niet. Maar deze, ik zat gisteren, ik heb me in moeten houden om niet die andere twee ook op te vreten. Want ze waren echt gruwelijk lekker. Kijk, ik heb er dus nog twee. Maar oh, ze ruiken alleen al. Nou, dit is echt... mensen hebben dat over La Durée en zo. Maar Pierre Hermé is ook wel echt gruwelijk lekker. We zitten weer aan het ontbijt. Vervelend. Oh, wil die arme wilde. Heeft ze een snotterig ei. En als ze iets is waar ze mee kan heeft... is dat het wel. Dat is echt Frans, hè dit. Frans. Ik hou wel heel erg van gepocheerde eieren, maar niet zo zondig als dit uit. Maar ze dacht, ik heb de taalbarrière is te groot om het uit te leggen. Zo jongens, het is 12 uur, we zijn bijna uit huis. Ik heb Willemijns haar even gedaan, zoals je ziet. Oh, dit kan ze altijd zo mooi. En nu nog even met je krulletjes en die voorste plukjes. En is het weer een nail. Ik hoor altijd zo vaak, Wil, waarom draag je je haar niet los? Nou, het heeft één reden, namelijk dat ik zulke klonten krijg in mijn haar nu zo lang is. Ik kan het gewoon eigenlijk niet meer losdraaien als ik draag, als ik ook zeg maar hele galopende sjaal om heb en een jas en zo. Dat gaat gewoon. En jullie zien dat nu niet, omdat ik het zeg maar om deze reden zo weggewerkt heb. Maar ze heeft allemaal een soort van dit soort lange nekhaartjes en die gaan dan helemaal schuren. Ja, dat is echt heel erg met fijn haar. Dat is echt verschrikkelijk. Ja, echt zo kut. Ik krijg echt gewoon... Laatst ben ik bijna huilen naar mijn buurvrouw gegaan, die is kapster. Ik zei, Waan, je moet mij helpen, want er zit zo'n klont in mijn haar en ik weet niet, volgens mij moet ik hem eruit knippen. En toen heeft ze het eruit gekamd voor me, maar het is ik herken het wel een beetje nu mijn haar ook langer wordt. Maar goed, dit staartje wel echt super leuk. Ja, ik ga het even laten zien. Het is zo mooi. Oh, dankjewel. Ta la 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 la. Wat een geinig metrostation is dit. We gaan nu onderweg richting de Notre-Dame. Nou ja, zeg jongens, ze hebben hier gewoon een HEMA. We zijn op Gare du Nord, we moesten even overstappen. En dit is echt een immens groot station. Hier kun je ook gewoon al shoppen, zeg maar. Het is echt net een soort van vliegveld voor mij. Ja, inderdaad. Ja, het is echt heel groot. Dus ja. We gaan nu richting Montmartre om te winkelen weer. Want we hebben eigenlijk alleen nog maar een trui en chocola en macarons gezond. En dat is voor ons toen eigenlijk wel een beetje mager. Een beetje troostloos, maar we worden ook steeds kritischer. Kijk die paarse luifeltjes dan. Zo schattig. Die is ook een mooie hoek, hè? Ja, zeker. Prachtig, hè? Aangekomen in Montmartre. Nous sommes Montmartre. Nous sommes, dus wij zijn niet. Ja. Wij zijn in Montmartre. Ja. We lopen nu de berg op. Ja, richting de Sacré-Cœur. Het is eigenlijk een workout. Yes, het is best wel warm eigenlijk ook vandaag. Op zich echt super mooi weer. Ja. En ja, het is hier een beetje allemaal van die ateliers zie ik hier. Leuke koffiezaakjes. Montmartre schijnt een beetje zo'n wijk te zijn waar je lekker in moet verdwalen. Heb ik wel eens, heb ik mij laten vertellen. Dus, nou ja. Nou, eerst maar eens even richting de Sacré-Cœur lopen. Laten we dat eens even zien wat we tegenkomen. Stijlberg, Jannie. Jezus. Ja. Annie en Jannie beklimmen de trappen van de Sacré-Cœur, jongens. Oeh, we zijn op de helft. Oké, een vierde dan. Wow. Jezus. Het uitzicht vanaf de Sacré-Cœur. Prachtig zeg. Jeetje. Is die groot hè? Wat mooi. Wat een reusachtig gebouw ook. Jeetje. Mooi hè, Tien? Ja, echt schitterend. Kijk nou, we gingen eitjes halen en ze maken er rozen van. Als je onderaan de Sacré-Cœur komt, dan is het ijsseltje. Ja, het heet Amorino. Amorino, gelato al naturale. Zo, dat is echt mooi. Hoe gaaf is dat? Ik heb een foto maken van thuis. Echt heel mooi. Hopelijk is het heel lekker. Ik heb citroen vert, dus limoen en basilicum en aardbei. En wat heb jij? Stracciatella en chocola. Chocola met hazelnoot. Oh, lekker. Het ziet er echt mooi uit. Echt, wauw. Wat een kunstwerk. Oh, kijk nou, wat een leuke kinderwinkel. Wat een leuk. Kijk nou, leuk voor meisjes. Oh, ja, wat zie je? Oh, wat snoezen. Yes, ik heb er eindelijk een keer zo gek gekregen om iets geks te passen. En hij iets geks. De verkoopster heeft het ook aan, maar het staat daar echt superleuk. Dus ik ben heel benieuwd hoe het wild staat. Kijk hoe we lachen. Ja, ben je er klaar voor? Ik ben heel benieuwd. Het is ook echt totaal anders dan wat je normaal draagt. Oh, leuk. Ik vind het echt heel erg leuk. Ja. Oh, ik vind het echt heel leuk. Dit kan mijn achterkant niet maken. Ja, dat is echt leuk. Jongens. Ja, echt iets totaal anders dan wat ik normaal draag. Maar ik vind het wel grappig op zich. Maar die vrouw ook. Ja. Ja, zij rokt het ook echt ontzettend. Die draai eens om. Ja, vet leuk. Kijk, die roesjes zo, die dingen. Ja, het is wel leuk, hè? Ik vind het echt heel erg leuk. Oh, die taart hier in Parijs. Je wordt er gewoon echt 5 kilo dikker van naar te kijken. Maar het ziet er vollig uit. Die banketbakkers hier. Echt jemig. Laatste dag. We hebben nog maar een paar uur voordat we terug moeten voor de massage. En dan zien we weer leuke dingen. In New York, wist je nog wel, in New York op de kortste route terug naar huis pas. Echt op de allerlaatste dag. Ja, en ook die heerlijke pizzeria zat al die tijd bij ons om de hoek. Ja, gewoon om de fucking hoek. Ja. En weer, hè? Daar zijn we echt de leukste wijk. Ik zou zeggen, als je naar Parijs gaat, ga meteen linea rechtdoor naar Montmartre. Skip al die toeristische zooi, als de Champs-Élysées. We gaan gewoon naar Montmartre en hier gewoon verdwalen. Dat is echt leuk. Ik baal echt dat we dat pas nu aan het doen. Ik ook. Goed, het is alsnog leuk en we genieten ervan. Nog even een uurtje doorstomen. Nog eventjes. Ja. En dan gaan we terug naar het hotel en dan gaan we genieten van die massage. En lekker op de kamer nog een beetje laten. Ja. Oké, een meevaller jongens. We blijken maar 8 minuten nog maar vandaan te zitten van ons hotel. Maar echt, ik had hier zoveel eerder willen komen. Overal de heerlijkste patisserie, chocolaterie, ijsje, lato, macarontaarten. Boutiquejes, dingetjes, alles. Echt, ga hier naartoe. We hebben gewoon te weinig tijd. Het is nu 17:15. We gaan denk ik nog even wel ergens wat drinken. Misschien een borrelhapje eten. Ja. En dan naar het hotel voor het cocktailtje. Massage. Ja. Nou, even een wijntje is wel lekker. Ja, ik denk dat het wel leuk is. Ja. Een cocktailtje zo om het af te sluiten. Maar we hebben waanzinnig mooi weer. Dat moet weer gezet worden. Nou ja, qua kleding. Ik weet het niet, maar we hebben niet echt heel veel gekocht. En wat we al gekocht hebben, hebben jullie eigenlijk al gezien. Dus onze shopping valt denk ik een beetje in het water. Ja. We gaan even een drankje doen, borrelhapje eten. En dan lekker naar het hotel om gemasseerd te worden. Heb ik ook echt. Dan gaan we even onze make-up nog even afhalen. We worden wel na elkaar gemasseerd. Dus dan gaan we eerst de make-up even afhalen. En dan gaat de een even lekker achter de computer met een koptelefoon op. Terwijl de ander gemasseerd wordt en dan andersom. En dan, goddelijk dit jongens. Ja, en dan roomservice denk ik. Roomservice en dan slapen. Dat denk ik ook. En dan lag je doorslapen nog 1 keer en dan door morgen weer naar huis. Ja, check dat weer even. Het was echt heel erg mooi weer vandaag. Het was echt wel de mooiste dag. Het is op zich echt fijn dat we die hebben meegepakt. Maar we gaan nu eventjes hierheen om te borrelen. We zitten gewoon lekker bij onze dekentjes. Heerlijk, niks meer aan doen. Inmiddels gin tonic en een rosé later. Helemaal kachel naar het hotel. Ja, we hebben nog niet zo heel veel gegeten, dus dat is niet heel slim. Elke keer borrelen wij echt op een veel te leeg maag. Maar... jeetje jongens, wat roken er veel Fransen. Oh, het is echt vergoor gewoon. Ik vond het op vakantie ook al laatst in Le Mat. Toen dacht ik ook al, wat roken er veel Fransen. Als je op het terras zit, iedereen rookt. Je bent echt gewoon, het is echt of je naar een feestje bent geweest. Ja, ik voel net een gerookte zon. Ja, nou ja, dat ja, zeg maar. Echt net alsof je vroeger in de discotheek stond en naar huis ging en je haar stonk naar de rook. Weet je wel, met je dat idee. Maar het is echt, ik vind het zo goed. Nou, dingen die ons opvallen is, er zijn heel veel Aziatische mensen. Ja, heel veel. Alles ook vertaald in het Chinees, Japans. Als je in de metro zit, hoor je gewoon een Japanse vertaling. Op deurknopje staat in plaats van pulé en piré, zeg maar, Japanse tekens. Je denkt, oké. Ja, mensen zijn dun, roken als een ketter. En ze eten heel veel kaas en de worst uit hun hand, zeg maar. Wij eten dat zeg maar ook een beetje op brood, ook 's ochtends. Maar zij doen het voornamelijk gewoon ook 's ochtends gewoon uit het vuistje. Ja. Het zijn wel echt levensgenieters, dat vind ik altijd heerlijk aan Frankrijk. Ja. Lekker van die bourgondiersachtig een beetje, dat gevoel krijg ik er altijd een beetje bij. Qua eten, ja, het type is allemaal heel bijzonder, het is gewoon oké. Tenzij je er heel veel geld voor betaalt, dan kun je inderdaad heel lekker eten, maar dan moet je echt klauwen met geld hebben. Je hebt weinig hipsterwijkjes, hipstertentjes. Ja, precies. In Montmartre waren de eerste hipstertentjes hebben gespot, maar verder... Ja, maar verder valt eigenlijk best wel mee. Berlijn of Amsterdam? Nee, verder zijn allemaal een beetje van die bistrootjes met vet eten, weet je wel. Een beetje dat gevoel krijg ik er ook een beetje bij. Klassiek Frans. Verder is het wel echt een, gewoon een schitterende stad, gewoon qua gebouwen en zo. Ja, qua gebouw is het gewoon een schitterende stad. En je hebt soms van die boutiquejes waar je net zo'n pareltje vindt. Zoals Willemijn bijvoorbeeld met haar outfit heeft. Dat is echt superleuk. Ja. Dus soms vind je net wat leuks. Dus dat is een beetje onze conclusie over Parijs. Maar ik denk inderdaad, de volgende keer gaan we echt naar Montmartre en meteen daar beginnen. En vooral die zijstraatjes meer in. Ja. Want volgens mij zijn daar echt nog wel een aantal dingen te ontdekken. En dat denk ik ook. En een van jullie noemde in ons Instagram direct Rue de Crimieu. En dat is een heel kleurrijk straatje, schijnt waar je heel leuke foto's kan maken. Helaas Die hebben we gemist, maar wel bedankt voor al jullie tips. Dat vinden we echt super leuk. Ja, echt zoveel. En dat is heel fijn. En dan we hebben echt een aantal dingen wel opgezocht aan de hand daarvan. Dus ja, dank jullie wel. En nu terug naar het hotel. Oh. Het zit er alweer op. We zijn net in Groningen aangekomen. En, we hebben helemaal niet meer gevlogd hè, sinds gisteravond. Nee. We hebben de massage gehad, toen zijn we gaan slapen, opgestaan, ontbeten en toen de trein ingestapt. Dat was het en verder was het toen niet zo heel boeiend om te vloggen. We hebben heel gezellig gepraat met een Amerikaans stel uit Minnesota, wat echt super leuk was. En echt leuk. Het was de tweede keer dat we met een Amerikaans stel hebben gezeten praten. Derde keer. Dus eigenlijk denk ik, Amerika roept ons gewoon. Als je zegt, zeg maar, ik denk echt, wij moeten gewoon weer terug naar Amerika, geloof ik. Dat denk ik echt. Ja, Willem-team naar Amerika. Maar nu gaan we, Wil moet echt opschieten, want die bus gaat echt zo. Dat weet ik zeker. Jongens, we spreken jullie. Leuk dat je keek. Bedankt voor het kijken. Tot snel. Doei!